Goedemorgen en superleuk te kijken naar deze nieuwe video. Wij zijn met de boer on tour. Want wij gaan... Het is nu 7:15 en we gaan naar het strand toe. Het is niet heerlijk weer. Aan de ene kant heeft dat een nadeel en aan de andere kant heeft dat een heel groot voordeel. Het voordeel is dat het waarschijnlijk niet heel druk zou zijn. Want we mogen tot 10:00 op het strand. 10:00 ochtends. Het nadeel is dat het niet warm is. Dat het gewoon koud is. We gaan nu eerst naar de Arkenhoeven toe. Daar halen we Blondie en Bella op. En dan gaan we naar het strand toe. Zin in! We zijn gearriveerd op de Arkenhoeven. Laten we maar eens gaan kijken hoe het met Blondie en Bel en Verona en Boris natuurlijk is. Ik ga eerst even langs Boris. Ga ik even kijken hoe het met hem gaat. En dan ga ik langs de andere drie meiden. Oh, Blondie, je ziet me al. Hi, Bloem. Daar kijkt die kleine jongen al. Wacht hier. Hallo, jongen. En jij gaat vandaag niet mee, maar ik zie je wel. Nu. Hij loopt nu even. Nou, wat een braver. Sjoel komt daarachter ook aanrijden. En ik ben bij Blondie. Ik ben een beetje geschrokken, want Blondie is echt heel erg vies. Aan de andere kant misschien ook. Nee, aan de andere kant valt het mee. Daar, zo mee. Verona gaat de stadmolen in. Ja, ik ga mijn spulletjes pakken dat Blondie kan gaan poetsen. Net niet goed genoeg voor de gewone camera, want het zou kunnen gaan regenen. Dus met de telefoon, slecht geluid, sorry. Bel is klaar, Blondie is klaar. Tess loopt nog even naast Blondie, want die mist een hoefijzer. Verder heeft ze er geen last van. Alleen ik wil niet dat ze dan op het harde loopt met één hoefijzer. Dus dan moet je er even naast lopen, zo simpel is het. Het is maar een heel klein stukje nu naar het strand. En omdat we vroeg zijn, hadden we een parkeerplekje heel dichtbij. Dus het is de straat uit. Nou, zuster, dus gaat erop. Hey. Wel Daan geleerd heeft, twee handen aan de voorkant. En rustig zitten. Nou, tadaa! Even wachten hoor. Weet je wat zand eigenlijk is? Het is mij iets van de zee. Nee, dat is allemaal kleine stukjes steen. Echt? Ja. Die is bang voor de golven, dus ik denk niet dat het iets voor Blondie is, maar ja, maar de golven zijn ook gewoon dood en doodeng.
die paarden die zijn echt bezweet. Ja. Of heeft Bel nog energie over? Weer een beetje aan het eind. De GoPro is uitgevallen, dus dat is wel jammer. We zijn nu op weg naar het beginstuk. En we moeten over 1 minuut van het strand af zijn. Nou, dat moet niet lukken. Want onze ouders, moeders, die lopen daar helemaal achter. Dus dat gaat niet lukken. Chill, we moeten nog steeds niet iets van dat strandtentje hebben. We moeten daar niet heen. Nou, dit is een strandtent van Monster. Een klein stukje verder. We moeten naar Zeezicht, volgens mij. Dit is West. Oké, in die richting. Dus wij gaan nog een stukje verder. Onze moeders lopen daar helemaal achter. Je ziet ze zelf niet. Dus yeah. Ik moet nog even lekker lang wachten. Nou, het is 10 uur. Sorry, het gaat niet meer lukken. En trouwens, het is nu 10 uur. Dus een nieuwe video komt online. Ja. Dus het is nu aan het aftellen. En dat betekent van dat Jules naar Nederland komt. Ik ga hem niet kijken op mijn pony. Dat vind ik een beetje raar. Ja. Ik ga mijn telefoon wegdoen. Want heel veel mensen zitten me raar aan te kijken dat ik vlog op mijn paard. Maar hey, ik ben een YouTuber. Eens zijn altijd een YouTuber. Nou, oké, ik ga verder. Zo, inmiddels zijn ze terug. Ze hebben ons gewoon verlaten. Wij al een tijdje. Dus hun zijn al een tijdje terug. Dus nu gaan we afzadelen. En dan kunnen ze de trailer weer in. Super leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Wat vond je er zelf van, Jules? Heel leuk. Heel leuk. Ja. Wat vond je echt het allerleukste? Toen we een heel lang stuk achter elkaar galoppeerden. Ja, dat vond ik ook echt super gaaf. Door het water heen galopperen. Dat was ook echt heel cool. Het is altijd zo'n raar gevoel. Ook. Dan voel je die spetters tegen jezelf aankomen. Super leuk. Ja. Nou, super leuk dat je hebt gekeken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal en klik op belletje. Ik vind het belletje heel erg fijn. Nou ja, belletje van Jules. Dan zie ik jullie heel graag aankomende zaterdag weer met een nieuwe video. Dus doei!